Aankomende zaterdag, 17 november, is de Toppers in Zaanstad. En de organisatie, dat is mevrouw Sophie links en rechts is Udo. En Sophie gaat er het een en ander over vertellen, ook over de zangers die meedoen. En dat zijn allemaal Zaankanters. En dat is niet mis natuurlijk. En dan zitten er ook nog de Zaanse Toppers bij. Nou ja, aanstaande zaterdag vanaf 8 uur hebben we het eerste feest in Club Next wat georganiseerd wordt door een externe promotor. Dat is in dit geval Ron Fabian. Meerdere zangers hebben we aanstaande zaterdag staan, waaronder Ernest, Eddie Wals, Samantha, Benjamin van der Locht, Mr. Kaison en de Zaanse Toppers, Ron en Paul zelf natuurlijk. Dus dat mag weer een ouderwets gezellig feestje worden met een hoop live muziek en dansen. Ik hoop dat iedereen er natuurlijk bij is en ook zo en zo de nieuwe club komt bewonderen, want dit is niet het enige wat we doen. Zaanse Toppers is het eerste feest na de opening van afgelopen zaterdag. Maar we doen nog veel meer in de club. We organiseren dus verschillende soorten evenementen hier. Van Zaanse Toppers dus, die we aanstaande zaterdag organiseren. Tot houseavonden, R&B classic avonden. We doen schoolfeesten, reunies. Oké, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Gooise bingo, misschien wel een Chippendales avond. Goed, weet je, alles komt langs. En dat doen we dus, doen we dat dus zelf, of doen we dat met externe weekpromoters. Allemaal tot zaterdag en kom onze nieuwe club zelf eens bekijken.